Goedenavond, dit is TV Filet en het gaat schijnbaar over mijn laatste wedstrijd die ik vandaag ga voetballen. Ik ga spelen. Hoe voel je? Ja, het is een ander soort spanning als die je gewoon bent. Normaal heb je die wedstrijdspanning, maar het komt toch een beetje dramatiek voor mijn persoontje kijken. Omdat je neemt afscheid van 20 jaar en dat doe je niet in een havenklap. Dan gaat toch wel een heleboel emoties door je lichaam in. Ben je er klaar voor? Ja, dat zal wel blijken. Ik zeg, het zal wel met een traantje gepaard gaan straks, maar dat mag ook wel. Ik denk, als je zo'n mooie loopbaan hebt gehad en je moet ermee stoppen, dat is logisch dat dat wat pijn doet. Maar wat zit er nou in je tas? Nog een paar bijna versleten voetbalschoenen. Het is toch de laatste keer. Ik ga er geen nieuwe meer voor nemen. Om de rest wat, ja, wat toiletartikelen om het te wassen. Ja, klopt het dat je de laatste maanden niet zo gelukkig was bij PSV? Dat je toch een andere, ja, paar laatste maanden had gedroomd? Nee. Iedereen droomt om afscheid te nemen als actief voetballer. Nu is het zo dat ik op de bank ben verzeild geraakt. En ja, dat moet je incalculeren als je 37 bent. Dan zit een kanjer van Barry van Aalen die terugkomt met blessure. En dan kan dit gebeuren, maar ik ben toch uitermate gelukkig dat ik vandaag nog een keer kan voetballen. Oké, beste mens, succes. Dank je wel. Mario in de spits, krijgt de Jong de bal daar. Nou, volop paniek daarachterin bij de Graafschap en een penalty. Daar een overtreding op Gerets. 14e minuut, Erik Gerets. Ja! Zijn eerste doelpunt dit seizoen voor PSV. Een mooi moment om afscheid te nemen van het publiek lijkt me niet aanwezig. Maar zo'n kip. Ineens, Gerets. Gaat hij alleen. Romario is mee. Nou, haal maar uit, Gerets. Op de paal. Oh. Gerets komt van ver. De afspeelmogelijkheden liggen niet voor het oprapen. En dan schiet hij zelf. De Belgische Jerommeke. En dan treft hij de paal. Erik Gerets heeft de scheidsrechter Van Vliet een handje gegeven. Is in gezelschap van Gerald Vanenburg. En dat betekent dat in de 15e minuut van de tweede helft Erik Gerets afscheid gaat nemen van het Eindhovense publiek. Hier neemt hij bewogen afscheid van Bobby Robson, van het Eindhovense publiek, van PSV en van het Nederlands voetbal. De carrière van een groot voetballer zit erop. We beginnen nu een nieuw leven, Erik? Nou, ik blijf gelukkig in de voetballerij, maar ja, het is wel heel anders. Ik denk, als je 20 jaar moet afsluiten, dat gaat, ja, dat heb je gezien, dat gaat niet echt makkelijk. Nee. Het is wel een schitterende club die je verlaat. Het zal minder luxe, minder comfort zijn bij Club Laak. Ja, het is niet alleen de luxe, maar het is ook het menselijke wat bij deze luxe hoort. Dat heeft mij vooral toch een heel sterke indruk op mij gemaakt. En ik vind het gewoon fantastisch dat je, als je deze club moet verlaten, dat doet pijn, dat is logisch. Maar je kan het beter op die manier doen dat er een traantje bij komt. Dan staat hier
zegt, nou, ik ben blij dat ik hier weg ben. Nou, het doet goed dat ik op een fatsoenlijke manier kan afscheid nemen na 7 jaar. Fantastisch voetbalgeluk, zeg maar. Heb je al een Club Luik gedacht vandaag? Nee, dat is een van de weinige dagen de laatste maanden dat ik niet aan Club Luik heb gedacht. Maar dat gaat vanaf morgen wel weer gebeuren. Ik denk dat ze me dat niet kwalijk nemen dat ik vandaag even aan PSV nog denk. Oké, dank. Alsjeblieft. Welkom thuis.